gaat het niet redden. Die laatste slagen zijn heel goed. Het is Bernat die hier wint. Het is Bernat die hier wint. En Van der Hogeband wordt uiteindelijk vijfde in 47-75. Helaas deze Olympische Spelen geen medaille voor Pieter van den Hogeband. Na de 100 meter vrije slag bleef de medaillemuur bij de tongenreep in Eindhoven leeg. Pieter eindigde als vijfde op het koningsnummer, de afstand waarop hij zo graag geschiedenis wilde schrijven. Bij het thuisbad van Pieter is de race al vele malen bekeken. Techniekspecialist Ronald van der Vliet, die samenwerkte met Jacco Verharen en Pieter, analyseert voor EDTV de wedstrijd. Nou, je ziet in ieder geval dat hij met één voet voor en één voet achter start. Hè? Vroeger start hij met twee voeten voor. Maar je hebt nou één start wedstrijden en hij heeft ook een beetje moeite. Pieter is niet zo heel lenig in zijn hamstrings. Dus dan kan hij met één voet voor en één voet achter kan hij makkelijker afzetten. En je ziet ook dat hij nou erbij ligt na de start. En wat je ook ziet is dat Pieter eigenlijk een verlengde... Hij is eigenlijk een 200 meter zwemmer die zijn 200 meter verkort heeft naar 100 meter. En de zwemmers waar hij tegen zwemt, die hier voorop gaan, dat zijn 50 meter zwemmers die zijn race verlengd hebben naar 100 meter. Dus er zijn eigenlijk hele snelle mensen die nou een sprint langer vol proberen te houden. En Pieter komt dus altijd in het tweede deel, dat zie je nou ook. Hij komt ook ten opzichte van die sprinters, komt hier aan. Ik denk als het bad 15 meter langer is, dus dat het op zwemmen aankomt, dan wint Pieter hier gewoon. Alleen hij komt nou tekort om zeg maar die sprinters daar in te halen. En dan kun je zeggen, ja dan moet hij sneller afgaan, maar dan blaast hij zich op. Dus omdat hij is niet gemaakt om een echte sprint, een 50 meter zwemmer te zijn. Hij is eigenlijk een 100, 200 en misschien eigenlijk ook wel 400 meter zwemmer. De carrière van VDH lijkt voorbij, maar zijn manier van zwemmen maakt nog steeds indruk. De kunst van Pieter van der Hogeband is dat hij dit goed kan. En toch zie je de zwemmers in de wereld, nou zeg maar de krachtpatsers, wat mij dan opvalt, is dat die dit dus niet kunnen. Hè? En dus hij haalt misschien met minder kracht, misschien wel minder absolute kracht, haalt hij natuurlijk maximale stuwing, omdat hij zo'n geweldige techniek heeft. Dat kan ik hier laten zien. En dan vervolgens zie je hier dat de elleboog blijft staan en dat die hand onder die elleboog komt. Zie je dat? Zoep, 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 zoep. Dat. Nou, dat is wat zwemmers moeten leren. Toch hopen ze bij de tongenreep dat er deze Spelen nog minimaal één keer een medaille op de muur mag worden geplakt. Natuurlijk het liefst goud, maar een andere kleur zou ook leuk zijn. Want tot nu toe blijven de zilveren en bronzen medailles ingepakt. Vrijdagochtend rond 5 uur is er weer een kans.